Hey Ewin. Niet bitter. Want ik kreeg onverwacht visite. Drie maal raden van wie? Ik had verwacht morgen. Vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag alweer zaterdag 11 januari en we leven om 1 uur 30 in de middag. Ja, het is licht, dus ik hoef geen lampjes aan, dus ja, het is middag, simpel. De diertjes zijn binnen. Ik zit te wachten op een pakketbezorger, want er zal vandaag een pakketje binnenkomen die ik besteld heb vorig jaar al. Ja. Yeah. Hoi, wat moet je? Hoefie. Maar ja, ik wens jullie alvast natuurlijk weer welkom bij een nieuwe vlog. Voor Corina en de Beestenboer natuurlijk. Ja, wie anders? Dat zijn wij. Ja, kom er maar bij hoor. Ja, gezellig. Maar wie komt mij helpen? Ja. Ik wil gaan beginnen met die kerstboom weg te halen. Althans, een poging te wagen. Ik weet niet wat de middag me nog brengen gaat. Maar in ieder geval, ik wil een poging gaan wagen om in ieder geval ermee te gaan te beginnen. En dat is toch wel heel wat, ja. Dat, ja, eigenlijk moet ik ook boodschappen doen. Maar zolang de postpakketbezorger nog niet is geweest, kan ik niet weg. Dus ja, we gaan eerst zometeen een bakje koffie nuttigen en even een hapje eten. Want ik ben wat flauw. En dan ga ik naar boven toe. Even een box halen voor die kerstboom. Dat ik de ballen en de slingers, etc. daarin kwijt kan. En dan gaan we daarmee beginnen. Dan ben ik ook benieuwd hoe Rijke dat gaat houden. Want ja, dat is voor haar ook voor het eerst en nieuw. En dan komt er weer ruimte. En dan gaat het gekke ding weg wat bling bling is en ja, het is voor haar natuurlijk allemaal wennen en nieuw. Ze is nou met een touwbal bezig. Als we even weg kan, of ik. Lieve. Dan moet er een paal om de staart van Ewen naar beneden. En het waait echt knoeterhard. En waar is Gandalf nou? Oh, die zit achter me. Daar zit hij. Loopt hij? Gaat hij? Hoi, meneer Gandalf. Zo kan ik niet meedraaien, hè? Boevie. Mooi, dank je. Nog een keer. Nee, krijg je niet kusjes? Hey, Ewin. Niet bitter. Zo dan. Kiekeboe. Boe. Nou ja, zo gaat het hier naartoe. Als we aan het stoeien zijn en Ewen eigenlijk nog niet. Oei. Maar die zoekt de toevlucht dan hoger op en dan denkt ze ook, daar kan ze niet bij komen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doen ik ook. Ik geniet van mijn diertjes zoals jullie wel kunnen merken en kunnen zien. En ik ga zo meteen aan de slag zeggen, tot later. Nou.
Nou, lieve vrienden, ik ben nog geen centimeter opgeschoten met de kerstboom. Nee, die staat nog in zijn volle glorie. Nog geen bak beneden weten te halen. Nee, want ik kreeg onverwachte visite. Drie maal raden van wie? Ik had verwacht morgen. Astrid. Ja, dat is nog net weer de deur uit. Ja, jullie weten, ze wil liever niet op de vlog dan wel. Dus ja, dan doe ik het ook niet. Daar heb ik respect voor. Het is enkel wanneer bij puur toeval gebeurt. Als ik al aan het vloggen ben en ze komt onverwacht binnen. Ja, daar kan ik ook 1, 2, 3 niet op houden. Dan moet ik ook doorgaan. Of wanneer ze voor mijn booster langs loopt terwijl ik de GoPro erop heb. Dan weet ze dat. Ja, dan is het ook haar eigen pakje aan. Dat weet ze ook. Maar voor de rest heb ik er respect voor. Als ze dat verder niet wil, dan probeer ik daar rekening mee te houden. Ja toch? Ja, dat is je plicht, vind ik. Ja, wat ik nou nog, of ik het doe ga, ik weet niet. Ik neem nog een bakje koffie en ik ga even televisie gaan, want er is een heleboel gezegd. Ja, een heleboel dingen verteld. Ik moet het ook eventjes in laten werken. En eventjes, even time out. Ja, morgen nog een dag. Het hangt me niet op mijn rug, zeg maar. En het staat hier op mijn rug, ik hoef het niet mee te dragen. Of wel dan? Nee, dacht ik niet. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik heb de kerstboom al opgeruimd. De bankje staat weer op zijn plek. Ja, met moeite en pijn, want ik kreeg vanmiddag dus eerst visite van onze Astrid, zoals jullie allicht al weten. Maar ik heb Rijka de snuffelmat van Frodo gegeven, die Karin ooit had gemaakt. Daar heb ik al stukjes koek in verstopt. Maar ook hier zit wat in verstopt. En dat weet ze. Rijka, kom eens hier ruiken. Zoeken. Zoeken. Zoeken maar. Ja, zoeken. Nee, daar zoeken. Hier, zoeken. Zoeken dan. Zoeken. En die heb je gehad. Nou, die andere drie nog. Nee. Kijk eens. Daar, zoeken. Hier, zoeken. Kom eens hier. Daar zoeken. Zoeken. Nee? Ga je dan doen? Ga je dan doen? Ik zie nog. Oh, ik zie nog een stukje. Dan zie ik hem met elkaar. Ja, ik zie hem met mijn camera nou ook. Zoek. Zoek een Rijka. Rijka. Is het verkeerd? Nou, zo ruikt natuurlijk Frodo ook nog, vanzelf. Maar ze komt vanzelf wel dichterbij. Ja, 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 ja. Shit. Naast je, half achter je linkerpootje. Hallo, Rijka. Rijka. Je staat er zo wat met je achterpoot erop. Ze snuffelt hem helemaal uit. Of nou, hoe noem je dat? Ja, je had hem al. Nou, hier, je had hem. Ja, ik kan niet zeggen. Ik moet hem pakken. Of is het snuffelen belangrijker? Hé? Ze is een grote meid. We gaan zo meteen lopen. Ja, ik ben back en back af, lieve vrienden, ja. Maar ja, de kerstboom die is in ieder geval weg. Ja, de bank staat weer op zijn plek. De rest moet natuurlijk uiteraard allemaal nog. Maar ja, ik kreeg eerst dus Astrid op visite. Die ik morgen had verwacht. Maar ja, morgen had ze een verjaardag, zei ze. Dus ja, dat moet allemaal nog. Daar een dikke troep. Ik heb net de kast opnieuw in moeten richten. Want ja, die kist die is weer terug in de trapskast. En ik denk, nou, pak gelijk die snuffelmat van Frodo, die kun zij nou krijgen. Frodo die keek er op een gegeven moment niet meer naar om. In het begin wel, maar ja, omdat hij dus ziek werd, hè. Hé, kleine meid? Of grote meid, wat ben je?
grote meid, hè? Kleine, grote, lieve meid. Ja, en ze doet het zo goed, zo goed, zo goed. Hé, Rijka? We gaan zo meteen lopen, zei ik al. Maar oké, okay, ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. En ik zeg tot later. Doei, doei.